Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van Breda in Beweging. Vandaag gaan we een workout doen voor het bovenlichaam. We hebben hier Anne, die doet de minder intensieve versie. We hebben Rogier en die doet de intensieve versie. Vandaag heb je nodig 2 flesjes water, een veilige ruimte en goede energie. We starten zo meteen met de warming-up. We doen 3 oefeningen die herhalen we 2 keer 30 seconden. Vervolgens starten we met de workout en sluiten we af met de cooling down. Onze rustpositie is het stap op de plaats. Daar gaan we nu mee beginnen. De eerste oefening van de warming-up is zo meteen het rondzwaaien van de armen. Doen we 15 seconden voorwaarts en 15 seconden achterwaarts. Start maar. Grote rondjes maken. Zorg dat die armen goed loskomen. Over 5 seconden gaan we wisselen. En achterwaarts. Heel goed. Mijn collega's zijn enorm fit. 3, 2, 1 en stap op de plaats. Zometeen gaan we ongeveer dezelfde oefening doen, alleen maken we kleine rondjes. 15 seconden voorwaarts en 15 seconden achterwaarts. En doe maar mee. Kleine rondjes maken, heel goed. Het kan zijn dat je je armen moet gaan branden, dat is een goed teken. En we draaien achterwaarts. Heel goed, hou vol. 5 seconden. 3, 2, 1 en stap op de plaats. De volgende oefening hebben jullie vorige keer met de benen gedaan. Nu doen we alleen de armen. En 3, 2, 1 en start maar. Dus alleen de armen bewegen. Heel goed. Hou de tempo vast. 20 seconden. Zorg dat je ademhaling wat omhoog gaat. Ja, leuk. Maar kloppen. Hey, kom op. Met z'n allen doen we dit. Zo gaat hij lekker. 5 seconden. 3, 2, 1. En stap op de plaats. We herhalen het rondje nog een keer. In 5, 4, 3, 2, 1 en grote rondjes maken. 15 seconden voorwaarts en 15 seconden achterwaarts. 5 seconden nog. En wissel. Heel goed. Hou vol. Hou vol, 5 seconden. 3, 2,
1 en stap op de laatste warming-up oefening. Schud die armen maar weer lekker los. 3, 2, 1 en klap maar weer jongens. Lekker tempo, zet een lekker muziekje aan. Ga op de telefoon muziek mee. Heel goed. 20 seconden. Zijn het 11, hou vol. Als je het leuk vindt, mag je er ook nog bij stoppen. Heel goed. 5 seconden. Zorg wel dat die handen goed aan het hoofd blijven. En stap op de plaats. We gaan beginnen met de workout. We hebben 5 oefeningen. Deze herhalen we weer 2 rondes. Pak je flesjes water erbij. De eerste oefening is de armen zijwaarts omhoog brengen. En doe allemaal maar mee. Zorg dat je het tempo zoekt wat je volhoudt. Het zijn zware oefeningen. Hou vol, 20 seconden. Kom op, hem hier. Nog 10 seconden. Jawel, 5, 4, 3, 2, 1 en stop op de plaats. Gooi je armen even lekker los. De volgende oefening is de flesjes voorwaarts uitstoten. Beide armen tegelijk. En we gaan starten. Heel goed, netjes. Twintig seconden, hou vol. We zijn over de 11. Hou vol, Anne. Voel die armen branden. 5 seconden, ik ook. 3, 2, 1 en stap op de plaats. Gooi je armen even los. De volgende oefening is vanuit de benen de armen omhoog trekken. 3, 2, 1 en start. Heel goed. Hou de armen gestrekt. Netjes. Kom op, hou vol. 15 seconden, we zijn tot de helft. Zijn er bijna. Laatste 5 seconden. En stap op de plaats. De volgende oefening. We beginnen met het rechterarm. En starten na 15 seconden met links. Ja, start maar. Heel goed. Breng de elleboog naar achter. Zorg dat de rug recht blijft. En we wisselen van kant. Heel goed, hou vol. Hou de tempo vast. 3, 2, 1 en stap op de plaats. De laatste oefening is het flesjes boven het hoofd uitstoten. 3, 2, 1 en start maar. Zorg dat de dop er goed op zit. Anders heb je de douche. Hou vol. 15 seconden, we zijn op de helft. Hierna herhalen we hetzelfde rondje nog een keer. Hou de tempo vast. 5 seconden. Heel goed. En stap op de plaats. Schud die armen even goed los. We beginnen zo meteen weer bij de armen zijwaarts omhoog. 3, 2, 1 en start maar. Heel goed. Hou dit vast. Jullie zijn goed bezig. We zijn bijna op de helft.
10 seconden nog. Voel die armen branden. Toch? Ik voel zo vol. 3 seconden. En stap op de plaats. De volgende oefening is de flesjes zijwaarts vooruit stoten. 3, 2, 1 en doe maar mee. Heel goed. Hou de tempo vast. Nog 20 seconden. En op de helft. 10 seconden. Hou vol. Kom op. 3, 2, 1. En schud die arm los. 15 seconden rust. We brengen zo meteen de arm van onder weer voorwaarts. En start maar. Heel goed. Hou dit vast. Nog 20 seconden. Kom op, hou vol. Zijn er bijna 10 seconden nog. 5, 4, 3, 2, 1 en stap op de plaats. Gooi die arm nog eventjes los. Zometeen zetten we weer 1-1 voor. En doen we 15 seconden de rechterarm. En start maar. Breng die elleboog goed naar achter. Heel goed. Hou vol, Anne. Doe mijn best, hè. En we wisselen van kant. Tien seconden nog. Hou vol. Laatste 5 seconden. 3, 2, 1. En stap op de plaats. We zijn aangekomen bij de laatste oefening van de workout. Hierna start de cooling down. Breng de flesjes weer boven het hoofd. 3, 2, 1 en start maar. Heel goed. Breng die flesjes boven het hoofd. Hou vol 15 seconden nog. Netjes, ga zo door. Laatste 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en stap op de plaats. U kunt de flesjes even wegzetten. We gaan beginnen met de cooling down. De eerste oefening, je pakt je rechterarm en trek deze een beetje door met de andere hand. Dan houden we 15 seconden vast. Doe maar mee. Heel goed. Als je te veel rek voelt, dan breng de arm iets terug. Hou vol. Na 5 seconden wisselen we van arm. En wisselen. Dus, hou dit vast. 5 seconden. Daarna stappen we weer even op de plaats. En stap op de plaats. De volgende oefening is een soort schoolslag. Je begint met je armen voorwaarts. Draait ze naar buiten, draait de duim om en duwt hem naar achter. Voorwaarts, zijwaarts en door naar achter. Doe maar mee. Heel goed. Hou hem achter en eventjes vast. Heel goed, netjes. We zijn op de helft. Heel goed. Laatste keer. Stap op de plaats. De laatste cooling down oefening is 15 seconden met de schouders naar voren draaien. En 15 seconden met de schouders naar achter draaien. 3, 2, 1 en draai naar voren.
Heel goed. Zorg dat het zo ontspannen mogelijk gaat. Over 5 seconden wisselen. En draai naar achter. 10 seconden. Breda en Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.